Waarom is het belangrijk dat jongeren een duurzame stem uitbrengen tijdens de aankomende Europese parlementsverkiezingen? Nou ja, kijk, de komende verkiezingen die gaan over de toekomst. Die gaan over de toekomst van onze generatie. Ik ben zelf ook jonger, ik ben zelf 24. Het gaat onder andere over het aanpakken van de economische crisis, het aanpakken van de klimaatcrisis. Al die problemen, al die vraagstukken, die gaan bij uitstek over onze toekomst. Over de vraag of wij straks een gelukkig en mooi leven kunnen leiden. En daarom is het belangrijk dat we straks een duurzame keuze gaan maken op 4 juni. Wat wil jij zelf op het gebied van duurzaamheid bereikt hebben na de 5 jaar zittingsperiode in het Europees Parlement? Er zijn heel veel dingen die ik bereikt wil hebben, maar ik zal er 2 belangrijke dingen uitpakken. Allereerst wil ik dat we dan een supernet voor groene stroom in heel Europa hebben. Nu zijn alle 27 Europese lidstaten die zijn eigenlijk nog bezig met hun eigen stroomvoorziening. GroenLinks wil 1 groot Europees supernet, zodat we alle vraag- en aanbodlocaties van groene stroom met elkaar kunnen verbinden. En met zo'n supernet voor groene stroom kunnen we echt op weg naar 100% groene energie. Zodat we kernenergie en kolen niet meer nodig hebben. Het andere wat ik heel graag wil is dat we fors gaan investeren in de isolatie van huizen. Want op het gebied van energiebesparing valt nog ontzettend veel te bereiken. Dus dat is het andere. Ik wil dat we binnen nu en 5 jaar dat alle nieuwe gebouwen in Europa dan klimaatneutraal zijn. Als je ziet wat we moeten doen om de economische crisis aan te pakken, dat is investeren, investeren. Als je ziet wat we moeten doen om de klimaatcrisis aan te pakken en om de andere milieucrisis aan te pakken, dat is investeren in innovatie, investeren in groene technieken. Het gaat dus in beide gevallen om investeren. En als we nou die investeringen die we nodig hebben om de economische crisis aan te pakken, om de economie weer op gang te brengen, als we die investeringen doen in groene sectoren, dan kunnen we, zo hebben wij uitgerekend, dan kunnen we 5 miljoen banen creëren en tegelijkertijd de milieuproblemen waar we vandaag tegenaan lopen, voor morgen oplossen. Kiest GroenLinks voor kernenergie of kolencentrales met carbon capture storage? GroenLinks kiest voor kolencentrales met CO2-opslag. Openbaar vervoer of de hybride auto? Openbaar vervoer. Hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water en zonne-energie of CO2-opslag? GroenLinks kiest voor hernieuwbare energiebronnen. Hoe gaat GroenLinks duurzame innovaties stimuleren? Nou, vooral door het lef te hebben om strenge normen te stellen in Europa. GroenLinks wil strenge normen, strenge productvoorschriften stellen. Dat moet Europa doen, want we hebben 1 Europese markt. 1 Europese markt met 500 miljoen consumenten. Dus het heeft ook wel effect op de rest van de wereld als wij strenge milieueisen aan producten stellen. Nou, om 1 concreet voorbeeld te noemen. We hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar uitgebreid gedebatteerd in het Europese parlement over het schoner maken van auto's. Nou, wat je dan ziet is een schrijnend gebrek aan lef bij andere politieke partijen, bij CDA, bij VVD, maar ook bij de sociaal-democratische fractie, bij de fractie van de PvdA. De auto-industrie is nu al in staat om hele schone auto's te produceren, maar ze laten die techniek op de plank liggen omdat het te duur is om die techniek nu op de markt te brengen. En daarom hebben we strenge producteisen voor auto's nodig, strenge CO2-normen. En daar gaat GroenLinks, daar ga ik keihard aan werken in het Europese parlement.